Voor de Boscrossers uit Heilo, Kik Bakker. Voor KWC Kampen, Morris Raalmaker. Voor fietscrossvereniging Wicross, laat Jorgen van Bas van Uden. Gaan we naar BMX Zoetermeer, dat is ook een hele gezellige club uit het westen van het land, hoor. Hoorbaar voor Sylvan van Dijk. Oh, gelukkig, ze laten hem niet vallen. Dan gaan we naar de deurtrappers, Luitse Kastel met Isaac Martens. Naar de Bissing Crossers met Brandon Timpers. Fietsvereniging de Neustad, Skynol, Rowan Leenders. En last but not least, en hier verwacht ik veel van deze vereniging, wordt uit Hoortje WTC, Brad Jongekind. Succes. Boys, categorie 8 jaar, die verdienen best een beetje meer muziek al. Want kijk eens aan, oh, daar zien we een UWTC-man in de problemen. Brad Jongkind, een van de favorieten, samen met Brandon Timpers. De man van de Fishing Crossers dat om, en wie profiteert er dan van? Het is weer gewoon de Nederlands kampioen. Roman Leenders op plaats nummer 1, en daar draait deze sport nog op, hoor. Je moet het laatste rondje van de dag winnen, dan moet je de beste zijn. Isaac Martens, de deurtrappers, zij zitten nog goed bij op plaats nummer 2. We zien de KWC Kampen naar voren komen met Morris Raamaker op een hele goede derde plek, hoor. En we zien dat deze mannen de hele breedte van de baan gebruiken met Bas van Uden op een goede vierde plek. Komt de KWC Kampen nog door naar plaats nummer 2? Oh, dan neemt hij in alles of niets en dan kost het hem een plaatsje, denk ik. Misschien wel 2, en er is maar 1 man die ervan profiteert. Hij is heel ver weg inmiddels. De winst in Derisvaart gaat naar Rowan Leenders.